algemeen vol over kinderportie. En deze is over lage rugpijn. Alsjeblieft, dank u wel. Voor rug- en nekklachten kun je naar een chiropractor gaan. Hoe gaat zo'n behandeling en wanneer ben je eigenlijk chiropractor? Kelt Solfsteen heeft al 20 jaar een praktijk in Baren en hij legt uit wat chiropractie is. Ja, chiropractoren zijn eigenlijk een soort rugspecialisten. Chiropractie houdt ze bezig met de relatie tussen het bewegingsapparaat en de zenuwstelsel. Ja. En komen er veel mensen bij jou terecht met zulke klachten? Ja, heel veel. Ik begon hier 20 jaar geleden, 1 of 2 middagen per week. En we zitten nu hier met 2 chiropractoren fulltime. We zijn open van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dus er is best wel veel mensen die ons weten te vinden. Niet alleen met rugklachten, maar ook met nek, schouderklachten, hoofdpijn. Ja, en wat voor opleiding krijg je voor zoiets? Ja, wat chiropractie uniek maakt, is natuurlijk dat om chiropractor te worden, dan moet de student VWO hebben afgesloten met exacte vakken. Net als de mensen die voor arts willen studeren. Daarna moet je 5 jaar fulltime op de universiteit. En pas dan ben je chiropractor. Dus dat is een universitaire opleiding. Dus, en dan word je dan ook dokter in de chiropractie. Heb ik mijn diploma voor jou hier opgehangen? Ja. Ja. En er zit nog een diploma bij, hè? Er zijn er 2. Ja, er is 2 diploma. Ik krijg als een aparte opleiding in röntgenologie. Dus het maken en interpreteren van röntgenfoto's. Dus dat is ook een grote hobby van röntgenfoto's. Dat is iets uniek voor chiropractoren. Dat ik ben opgeleid in het maken van röntgenfoto's en ook het lezen van röntgenfoto's. Ja. Dus wanneer... Je zegt net, ik ben al 20 jaar hier in de praktijk, maar je komt niet uit Nederland, hè? Waar kom je vandaan? Ik kom uit Kopenhagen, in Denemarken. En daar heb ik dan mijn eerste 20 jaar gewoond. En dan heb ik, toen ik 23 was, begon ik pas chiropractie te studeren. Ja, dat wou ik net zeggen. Maar hoe kom je dan erop om dat te gaan doen? Ja, ik werd zelf geholpen door een chiropractor eigenlijk. Omdat ik had een jaar gereisd in Afrika met een rugzak. En wat solidariteitswerk noem je dat, hè. Meegedoen in verschillende projecten en dan ook rondgereisd. En dan had ik heel veel last van de nek en schouder toen ik terugkwam. En toen werd ik geholpen door verschillende therapeuten, dat hielp niet. En dan zei kennis van mij, ga naar de chiropractor. En die heeft mij daarvan afgeholpen, heel snel. Ik was al bezig met de ingenieuropleiding en ik zag het een beetje tegenop de chiropractoropleiding. Dan moest ik naar het buitenland om te studeren. Maar uiteindelijk heb ik het toch wel gedaan, ja. Dus... Is die opleiding niet in Denemarken dan? Nu wel, maar toen niet. En dat was een privéopleiding, dus dat was heel duur elk jaar. Dus als ik 1 jaar kon besparen om de eerste jaar voor de medische studie te volgen, heb ik dat natuurlijk gedaan. En dan 4 jaar vervolgd in Engeland. En dan moet je dan 1 jaar, de laatste jaar, dat is dus het 6e jaar, zo'n stagejaar. Dan mag je nog niet een eigen praktijk openen, maar mag je wel werken. Maar onder toezicht van een erkende chiropractor. En dus ik begon in Doorn in 88 te werken. En dan ben ik hier in 91 in Baren mijn eigen praktijk begonnen. Ja, hoe kom je in Nederland? Ja, nog een vraag. Ja, liefde. Ja, liefde. Ik heb in Engeland in Nederlandse vrouw ontmoet. En dan ben ik hier naartoe gekomen. Je vertelt net, het is een hele zware studie ook. Is het ook een beschermd beroep? In veel landen is het een beschermd beroep. Maar in Nederland is het geen beschermd beroep. Dus dat betekent dat iedereen zich eigenlijk chiropractor kan noemen. Dus je moet opletten dat een chiropractor wel lid zijn van de NCA of geregistreerd zijn bij de SCN. NCA is de Nederlandse Chiropractoren Associatie. En de SCN is de Stichting Chiropractie Nederland. Die doet alle de registratie en dan moet je elke jaar zoveel uren nascholing volgen om geregistreerd te blijven. Maar alle chiropractoren hier bij het Rugcentrum Baren zijn geregistreerd en aangesloten bij de NCA. Het is ook belangrijk voor de vergoeding van de verzekeringen. Je zei net al, er komen veel mensen met gewrichtsklachten bij je. Ja. Hè? Met uitstralingen, noem maar op. Kan je eens wat vertellen? Hoe ga je dan te werk? Ja, als mensen een klacht hebben, als ze denken, oh, dat is misschien wat voor de chiropractor, dan maken ze een afspraak, dan bellen ze op en dan mijn assistente neemt de telefoon op. We maken een afspraak, er wordt het vragenformulier naar huis gestuurd. En we maken een eerste afspraak waar we uitgebreid tijd hebben om de probleem te horen. Wat hebben mensen last van? Hoe lang hebben ze er last van? Wat maakt het erger? Wat ervaren mensen als verzachtende activiteiten? Hebben de mensen behandelingen gehad? Zijn er onderzoeken gedaan? Zijn er röntgenfoto's gedaan?
Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. En dan gaan we natuurlijk kijken op de orthopedische onderzoek, neurologische onderzoek zit erbij, chiropractische onderzoek, waar we kijken op de bewegingspatroon van de gewrichten. En als we dan vinden dat dit een chiropractische probleem is, dan begint de behandeling meestal bij de eerste bezoek. Dan gaan we uitleggen wat we gaan doen. En ja, en dan maak je in het behandeld plan, en dan komen mensen een paar keer terug en dan maak je af en toe een evaluatie. Gaat er vooruit, gaat er niet vooruit? Krijg je alleen volwassenen hier? Nee, we krijgen alle leeftijden. Van kinderen, zelf baby's. Baby's? Soms kom ik heb een eigen kind behandeld toen hij 1 week oud was. En mijn collega Henne Nielsen, die helaas terug is gegaan naar Denemarken, zelfs echt gespecialiseerd in baby's. Maar meestal vanaf ze naar school gaan, komen ze vaak hier 4, 5 jaar, hebben veel kinderen die even komen. Vaak lopen ze misschien een beetje onhandig of ouders zeggen dat zit iets. Zware rugtassen ook. Ja, maar de meeste zeggen, we hebben heel veel van die wat grotere kinderen, 8, 9, 10 jaar, die voetballen, doen veel slijdings, dan valt de ouders op dat ze een beetje scheef gaan lopen. Of ze sjouwen ze een bult met die zware schooltassen, ja. Zoals u zei. Ja. Je hebt hier wat dingetjes staan, je liet net ook al wat zien. Ja. Wat heb je hier op je bureau staan? Kan je daar wat van vertellen? Nou, dit is een model die een beetje laat zien wat gebeurt als mensen een hernia krijgen. Kijk, heel veel klachten we behandelen, dat heeft te maken met bewegingsbeperking in de gewrichten hier. Maar dat is, ja, we zeggen eigenlijk dus 2 gewrichten of 3 gewrichten tussen 2 wervels. Dat zijn die 2 achterste, dus normale gewrichten met een kapsel. En dan is dat de tussenwervelschijven. Als die beschadigd wordt, binnenin zit een kern. En daar zit een soort, ja, noemen we een ring omheen. Dat is een uitschiller, zou ik zeggen, ring op ring op ring. Maar als die kapot gaan, dan kun je de kern naar buiten schieten en dan gebeurt er dit. En dat drukt dan op de zenuw, de gele is de zenuw, en dat voelen mensen dan pijn in de been. En we hebben een heel geavanceerde behandelmethode speciaal ontwikkeld ter behandeling van hernia's. Dat is een aparte kamer, we noemen het een flexitractietafel. En hier hebben we de andere modellen, kan ik ook zien. Dat is eigenlijk 2 ruggenwervels hier, dat is lendenwervels van de onderrug. En dat laat het slijtageproces zien. En dan gaan we altijd 1 kant op. Dat is een one-way street. Dus we moeten zorgen dat dit zo langzaam mogelijk gaat. Door de rug zo goed mogelijk te laten functioneren. En te zorgen dat de spieren die de rug beschermt ook zo sterk mogelijk zijn. Heb je ook veel contact met andere chiropractoren? Of chiropractors? Ja, chiropractoren denk ik. U bent de Nederlander. Ik heb hier een collega die bij me werkt. En we hebben natuurlijk regelmatig een nascholing en algemene vergaderingen, de verenigingen. Dus ja, ik ken heel veel chiropractoren. Je hebt niet alleen de behandeltafels, je hebt ook een oefenruimte beneden. Ja. Is het de bedoeling dat mensen ook die bij jou komen ook oefeningen gaan doen? Of staat dat los hiervan? Ja, het staat. We werken heel veel samen. Maar sommige mensen komen alleen van chiropractische behandeling. Maar wanneer we zeggen de eerste fase is de correctieve fase, de tweede fase van de behandeling, de stabiliserende fase, zien we mensen af en toe zorgen dat de wervel, de correctie goed blijft zitten. En wanneer mensen dan zwakke rugspieren hebben, of schouderspieren, of nek, of wat het probleem is, dan is het soms handig om te combineren met oefeningen in de trainingszaal onder begeleiding van de fysiotherapeuten, om de stabilisatie zo goed mogelijk te maken. En andere mensen gaan gewoon beneden trainen wat ze een betere conditie willen, dat kan ook. Kun je ook adviezen geven? Dat je zegt van nou, u hebt dat verkeerd gedaan, in het vervolg kunt u beter zo doen? Of... Ja, we geven ook wat advies mee, een beetje kortouwe zithouding enzovoort. Maar mensen uitgebreid houdingsadvies nodig hebben. Sommige mensen hebben echt een heel slechte houding of heel slecht controle over hun stand van de bekken. Dan adviseren we vaak, ga even naar de mensen die ik langsom. Die zijn echte specialisten in oefenen. Ik zou zeggen, ik ben heel goed in dingen te corrigeren, losmaken, zorgen dat het goed functioneert. Maar echt om te stabiliseren of te oefenen, dan werkt veel samen met de fysiotherapeut.